zit hier al achter diagonally. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag, ik zei even voor het frisse raam. Mijn wekker ging af om 4:15, maar ik heb besloten om te blijven liggen tot 5:45. Frisdag. Ik heb wel goed geslapen. Ik denk dat het komt door dat mijn gordijn de hele dag is toe geweest. Ja, momenteel staan de ruiten nog open, maar straks ga ik leven als een vampier. Mijn werkplekje, het is hier een beetje rommelig, ik weet het. 5 minuten ben ik even de afwas gedaan en mijn plantjes in het water gezet. Hallo, het is 8:40, tijd om alle ruiten te sluiten en tijd voor mijn korte wandeling. Want het gaat een korte wandeling worden, denk ik. Aangezien dat al redelijk warm begint te worden. Ik ben in het park en momenteel is er niemand, wat dat wel stom is, want het is hier lekker fris. Maar sommige mensen zijn ook gaan werken, want het is 9 uur. Zit hier al achter diagonally? Ik heb net gesoldershopt bij Hema en daardoor is mijn wandeling iets langer geweest dan gedacht. En dan de vorige keer. Maar ik heb wel hele leuke dingetjes gekocht en echt voor geen geld. Een sneak preview. De rest toon ik in de shop. Oh, klein kam hieronder als hij al online staat. En ik zit 2 seconden in het park. Straks ga ik naar de IKEA, maar dat betekent ook dat ik nog een aantal dingetjes moet opmeten. Dat ga ik eerst doen, want het is nu 12 uur en daarna ga ik eten. Daarna ga ik vertrekken. Ik ga misschien bij mijn ouders blijven slapen vannacht, dus ik ga ook een mini valiesje maken.